Ik kom net van Ik kom net van school. Mijn ouders die zijn weg naar mijn, alweer naar mijn school toe. Want ze hebben een gesprek. Ja, je kent het wel. En ik ben alleen thuis. Laat ik mijn sleutels afdoen. Laat even in de comments weten wat jullie altijd doen als jullie alleen thuis zijn. Veel plezier met de vlog. Verder kijken als mijn moeder dit stukje video heeft gevonden. Oké, het is heel donker. Je ziet me bijna niet. Maar we zijn aangekomen bij de stal Jespers. En het is echt heel donker en koud. Dus ik ga maar even een jas aan doen. Bonjour. Hallo. Kom aan, Safa. Nee, je had honger. Oh. Kijk. Hij was helemaal vol toen we weggingen. Hij was echt tot hier. Had je honger, Henja? Nou, dan kunnen we in ieder geval zeggen, ze heeft het naar de zin in de trailer. Ja, gaat Henja eruit? Ja. Henja, ga je eruit of nee? Henja zegt ik moet eten. Ik heb geen tijd. Ja, precies. Ik heb weer eten. Ga weg. Ja, laat me met rust. Gaat Bel er ook al uit of niet? Bel, ga je er al uit? Ja, ik ga er ook al uit. Ja, ik ga er ook al uit. Maar ik denk dat Bel op de beurt eruit moet. We zijn bij Vereniging Engepaard. Waar de meisjes les hebben. Mag binnen gaan opstaan, hoor. Ja. Kan die? Ja. Christine is koud, dat zien jullie niet in dit donker geheel, maar ze ziet eruit als een ijsbeer. Kom maar. Zo, een belletje mee. Oké, helemaal goed. Dat wist ik niet. Kijk, dat wist ik niet. Maar we hebben gewoon licht in de trailer. Dan moet ik wel de auto aan laten staan. Anders dan doet hij het niet. Er is ook een knoppie. Ik weet niet waar het knoppie voor is. Het staat aan uit. Nou ja. Maar dat is wel heel fijn, dan kan je tenminste in je zadelkamer kijken. Handig! Kijk, het is een heel warm ding. Staat een eenhoortje op en die kan hem echt zo doen. Oeh, en dat is warm. Het is echt heel warm. En hoe kom je daaraan? Ik heb voor Kim deze gekocht. Oh, dan heeft ze in ieder geval een telefoon in haar handen. En welk krijg ik dan? Ja, dat zie je straks wel. Oeh. Die zit in de tas. Je mag hem hebben. Oh, tuurlijk. Leg hem al. Maar ik heb begrepen, hij is niet voor eenmalig gebruik. Nee, je kan hem onopwerkt gebruiken. En hoe doe je dat? Even in een pannetje kokend water tot hij weer zacht is. Uh-huh. Dan laat je hem weer, dan is hij weer zacht totdat je het dingetje inknijpt. En dan wordt hij weer hard en dan moet je hem weer, even koken en dan weer. En voor ruiters die het heel koud kunnen hebben omdat ze altijd buiten zijn, is dat natuurlijk wel. Je moet er gewoon lekker. Twee je handschoenen. Je koopt voor nog. Weinig bij de Action. Voor weinig bij de Action. Weinig. Stil te zetten, maar een beetje meeschuiven. Ja. Dat. Wat je nou doet, is het niet. Dus je handen zijn stil als ze meegaan met het hoofd van de pot. Anders zijn ze in beweging ten opzichte van het hoofd. Gewoon net in beweging. Ja, dat is. Zo, kindjes hebben les gehad. Pony nog even eten. Andere pony denkt, doe mij ook maar een hapje. Lekker. En dan gaan we gauw naar huis, want morgen moet er heel vroeg ons weer tijd. Kijk, die heeft Christine gemaakt, mooi hè. Met allemaal die mandjes. Oké. Hallo, leuk dat je weer kijkt. Nou, dat je nog steeds kijkt. Goed bezig. Het is vandaag. Bel, hoe laat is het vandaag? Hoe laat? Nee. Welke dag is het vandaag? Het is vandaag. Woensdag. Oh ja, want ik had een korte dag. Echt geen. Ik vind het nooit leuk. Ik ga vandaag weer naar deze toe. Maar ik moet mijn vader. Moeten jullie wel eens af en toe met je vader naar de meisje? Moet je altijd zo laat? Of van ja, we moeten uit gaan rekenen. Van hoe laat we ongeveer terug zijn en hoe laat we gaan eten. Vooral dat eten is heel belangrijk. Niet echt fijn dus.
Maar mijn moeder komt gelukkig morgen weer terug. Yay! Nee, oké, vandaag. Morgen gaan we naar Jumping Achterhoek. Ja, dat was hem. Ik ga samen met Megan en Joyce een kliniek geven. Dan hebben we zaterdag. Dus als de weekvlog weer voorbij is en weer een nieuwe weekvlog gaat beginnen. Dan gaan we naar Jumping Maastricht. En dan zijn er zondag op Manege Middelhof KNS springwedstrijden, als het goed is. Of gewone dressuurwedstrijden. Nee, die hebben we al gehad. Dus de 18e is al geweest. Maar wel, vandaag gaan wij wel rijden. De springles is verplaatst voortaan naar de vrijdag. Dus dan krijgen jullie op vrijdag denk ik wel een stukje te zien. Want mijn vader gaat weer mee. Yay. Mijn moeder is naar Brussel. Vandaag gaan we naar Manege toe. Iets later. En op de fiets. Ik hou niet van de fiets. Nou, oké, hij is net omhoog gezet door mijn vader. Kijk, daar is haar vader super goed in. Dingen maken, dingen in elkaar zetten. Spelletjes met je spelen. Of met je naar het zwembad gaan of zo. Of met jou naar een museum gaan. Omdat je moeder dat saai vindt. Liever naar de paarden. Daar is je vader goed voor. Maar niet om weer naar de Manege te gaan. Oké, ik ben ondertussen aangekomen op de Manege. Ik moet eerlijk zijn, ik ben al een tijdje. Ja, mijn vader is nu met Verona aan het wandelen, die is het even aan het afmaken. Want hij wil gewoon snel weer terug naar huis. Jullie kennen het wel. Een van jullie ouders, die wil gewoon, of allebei, die wil het gewoon weer zo snel mogelijk naar huis toe. Dus hij zei, wat nou als ik gewoon met Verona ga wandelen? Nou, ik zei, dat vind ik niet zo'n goed idee. Want je weet nooit wat een paard doet. Gelukkig doet Verona nooit iets, maar ik heb het gewoon liever niet. Ja, kusje. En ik moet nog eens dan. Maar hij is het nu toch aan het doen. Ik ben benieuwd of ze allebei dadelijk nog leven. Ja. En met Alice. En misschien ontdek je het ritme als je goed luistert. Het paard van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Het paard van Sinterklaas, oh, jongens, jongens, wat een baas. Nee, vrouw, niet knuffelen tijdens het zingen. Blijkbaar vindt vrouw het leuk als ik tegen haar zing. En dan gaat ze me knuffeltjes geven. Zo. Ja, blijkbaar is het een beetje eng. Oh, dat licht aan. Maar die vogels zijn een beetje eng. Nou, dan hoort het ritme zo meteen niet meer. Zo meteen als we daar weer bij die stenen zijn, dan kan je weer het ritme horen. Hè? Daar is Alice, daar is Alice. Verona, ga je mee? Komt hij weer, hè? Kunnen we weer zingen. En daar gaat hij. Daar gaat hij. Doe jij het ritme, Verona? Ja? De paard van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Het paard van Sinterklaas. Oh, jongens, jongens, wat een baas. Wat doet ze nou weer? Oké, ze draaide net de tong om en dan... Volgens mij wil ze gewoon aanbakken. Ze gaat nu zelfs likken, dat doet ze nooit. Bel. Waarom lik je me? Oké, Bel doet vandaag een beetje raar. Geen idee waarom, mag ik dan nog een kusje? Niet toch wel? Ja, ik wil er wel een kusje. Oh, lieve Bodie. Maar ik ga nu even opzalen en poetsen. En zo snel mogelijk weer weg. Yay! Nou, vind mijn vader dan. Wij vinden dat niet! Langer op de Manege blijven! Langer! Oh, au. Zo mag ik horen. Volgens mij gebruiken ze me een beetje als hoofdsteuntje. Oh, laat maar. Oh. Maar dan ga ik maar even opzamen. Ja. Zo, ik ben weer klaar met rijden. Hier is Bel. En we hebben dat stukje niet gefilmd omdat het al erg donker was. Kijk, zie je als je naar buiten kijkt.
Het is heel erg donker. Oh, heb ik nou echt... Oh, ik ben echt heel dom. Ik heb net nog even een rondje gelopen met mijn vader. En hij is nu weer met Verona aan het wandelen. Ga ik wel even afstaan. Dan gaan we zo weer naar huis toe. Gaan lekker eten. Het is vandaag donderdag. En het is nu 12 uur. Dus we gaan naar de manege toe. En dan gaan we naar... Mama, help me! En we gaan naar Jumping Achterhoek. Met Bel, en je hebt een dagje verlof gekregen of zo. Ja. Om te werken eigenlijk. Ja. En misschien zien jullie het. We hebben de camera iets lichter gezet. We zijn aan het uitproberen, aan het experimenteren. Zoals we dat in het chic zeggen. Hoe die taal dan ook heet. Ik heb heel veel zin om erheen te gaan. We gaan zo alles inladen. We gaan die elite lopen zo bij je. Ja. Want ik ga samen met Megan en Joyce. En ik heb Joyce beloofd dat ik haar een roze touw om zou doen. Dat vind ik hartstikke leuk. Spannend volgens mij ook wel een beetje. Wel een beetje. Ik ben echt benieuwd of ze op een blok wilt staan. Nou ja, zo niet geeft niks. Ja, dan spring ik wel over de hindernisjes heen. Precies. Volgens mij zijn er onze balkjes. In de auto, maar... En wat neem je mee? Wat ik meeneem? Ik zal het even uitleggen. Ik neem een halve touw mee. Dat is een leaf rope toch? Want het is een lange. Ja, dat is waar. Die kan je weggooien. Ja. Neem een touwhalster mee. Ik neem ook teugels mee. Je wilt er ook nog op gaan zitten. Kan toch? Wie weet. Dan neem ik mijn neckrope mee. Cool. Dan neem ik mijn extra halve touwhalster mee. Het is wel zo dat je nog maar korte tijd hebt en er hoeven schoon moeten zijn. En dan heb ik nog iets voor mijn voetstas. En niet te vergeten, stroom! Nou, oh, oké. Okay. Nou ja, dat mag eruit. Als je het maar wel weer opruimt, want spullen op de grond gooien is geen goed idee. Dus even vegen. Yay. Zo, en ik ga mijn taak in het leven vervullen. Ik mag de trailer aan de auto koppelen. Ik vind wel dat ik er slecht uitzie. Nou, heb ik wel een hele drukke week, maar als ik zo in de camera kijk, word ik er niet heel vrolijk van. Maar goed, ik ga de trailer aan de auto koppelen. En pintjes pakken als beloning. En Joyce en Megan die gaan zo meteen ook onderweg naar Jumping Achterhoek. Kim en Christine gaan mee. En dan ben ik heel benieuwd. Het is voor bedrijven. Donderdag is normaal gesproken iedereen natuurlijk gewoon op school. Dus als het goed is zijn er allerlei bedrijven die daar zijn. En dan gaan ze iets laten zien, bedrijfsmatig. Dus ik zal een klein stukje van de show natuurlijk laten zien. Maar het is meer voor zakenmannen en vrouwen. Kijk, vandaag was het niet helemaal netjes. Soms kan ik zo parkeren, achteruit, dat er geen ruimte tussen zit of maar een klein beetje. Nu zou ik de trailer dus gewoon even op zijn plaats moeten trekken, maar dat gaat met deze ook prima. Maar soms vergeet je wat, dan moet het toch nog even. Ja. Dus we gaan even viskapjes omdoen. Dan had ik gezegd, was de benen, maar het ziet er niet heel schoon uit daar. Nee, de benen is te koud ervoor. Nee, dat is een beetje onzin. Het ziet vies uit. Moet je straks nog wel even poetsen. Je hebt niet zo last van de kou als Tessen. Nee, je hebt namelijk een pony. Ja. Nou, we hebben het gehaald. We zijn bij Achterhoek, Jumping Achterhoek. En Bel staat inmiddels in een box. Dus dat is fijn. En de rest is naar binnen toe. Ik moest nog even de trailer parkeren, want we mochten laden lossen. En dan moet je daarna de trailer parkeren. Dus dat hebben we gedaan. Ik weet niet of het heel veel uitmaakt waar ik nu sta, waar ik net sta. Maar goed, we hebben het even gedaan. En ik ga nu ook naar binnen. En dan gaan we het zien. Kijk, hier is Belletje. Ik denk dat ik het voer even over ga gooien. En dan kan ze een beetje, na gaat ze vlas zitten eten. En nu gaat ze vlassen, even kijken of ik er nog een beetje op kan lichten. Nou, weet ik niet. Maar Bel staat hier en die probeert tussen het vlas door nog een beetje gras te happen. Oh, dit is nou licht, dit is beter. Zo.
Ik ga gewoon even er eten overgooien en dan kan hier water in als ik ergens water kan vinden. Nou, ik heb mijn extra light weer aangezet. We zijn hartelijk welkom geheten hier in Indoor Achterhoek. Jumping Achterhoek moet ik zeggen. Oh, Tess wil iets zeggen. Ja? Nou, oh, ja? Ik wil wel zeggen, het personeel hier is top. Ga jij dan allemaal zeggen tijdens... Ja, ik moet hier van Floor moet ik dingen zeggen. Ja, natuurlijk ga ik dingen zeggen. Hey, dat soort dingen kun je niet doen op YouTube. Dan krijg je problemen mee, Floor. Je kan niet doen en bleh. Ik vind het paard ook niet zo prettig. Ben je boos om het paard te houden? Dus dat gaat u even laten zien. Ja. Pak hier even open. Ja. Komt er binnen. De derde komt eraan. De derde komt eraan. Goedenavond. Uw naam? Wijn Westerlaan. Drukkerij Westerlaan met lichte voor. Heeft u verstand van paarden? Nee, wel van vrouw. Nou, wie weet wel dat. En dan hebben we als laatste Tessa, zoals van hart voor paarden. Ze zegt dat ik niet over zichzelf en haar kom. Nou, ik ben Tessa, hart voor paarden. Er liggen hier allemaal rijplaten, maar daar kan ze. Kijk, eraan komen rennen. Ho. Ja, kom maar. Laat maar zien. Rennen, rennen. Laat maar. Wel doet het gewoon, hè. Op rijplaten. Knappe pony. Leuk dat je hebt gekeken naar... Nee, we zijn nog bezig met de week. We zijn nog bezig. Nou, Kim, hoe vond je het gaan? Ik vond het wel leuk. We hebben gekeken naar het springen en we hebben gekeken naar de show over het... het spiegelen van paarden en zo. Dus ja, ik vond het wel leuk. Ik vond het ook heel erg leuk. En ik vond het ook heel leuk dat er mensen voor ons speciaal kwamen. Dat vind ik dan hartstikke lief. En ja, ik vond het heel erg leuk. Nou, dames en heren, hier is Tessa. Eigenlijk moet een video opnemen. 10 dingen waarom de meisjes zich een beetje schamen voor hun vader. Schamen voor hun vader? Weet je niet. Wat vind jij ervan, Bel? Nou, ik vind het best wel gezellig hier. En de hond is er ook bij. Het ziet er een beetje donker uit, Bella. Ga je al inrijden? Ja.